Bas van der Pol zit hier op de stoel, wethouder van deze stad, een van de wet. Zou je niet eigenlijk, wij zeggen hier jij en jou hè, tegen iedereen. Zeker. Zou je niet graag eigenlijk kermiswethouder willen zijn? Nou, we hebben echt een geweldige nieuwe kermis. Ja, dat weet ik. Dat was de vraag niet. Ja, nee, ik zou het wel ontzettend leuk vinden, maar dan misschien voor één dag. Ja. Het is niet zo dat als een maandag of voor die andere dagen? Nou, laten we dan de morgen als maandag maar doen. Goed zo. Ja. Het is niet zo dat jij toen de gesprekken waren over welke wethouder wat gaat doen, dat jij zei, ik wil een kermis. Nee, nou ten eerste, ik had er niks over te vertellen, maar ik ben heel blij met wat ik wel mag doen. Ruimtelijke ordening, economie, omgevingskwaliteit, ik ben heel blij mee. Maarten is een geweldige kermiswethouder, er zit super veel enthousiasme in, dus dat, volgens mij heb je dat mogen ervaren. Ja, ik zag je net lopen op het filmpje dat je met een aantal wethouders en de burgemeester, Theo Weterings en Marcelle Hendricks zag ik, en jullie liepen voorop. Ja, met het college, vanochtend. Hoe was dat? Nou, ontzettend leuk. Nou, laat ik vooral beginnen met de Roze Maandag Express. Vanochtend vroeg vanuit Rotterdam mogen instappen met het blaasorkest en de DJ aan boord. En ontzettend veel enthousiaste mensen. Want jij maakt die reis vaker, hè? Toch? Elke dag. Nog wel. Zo snel mogelijk terug naar Tilburg. Ja, maar dat was vanochtend dus heel bijzonder. Dus we mochten zo in de trein stappen en je voelt gewoon de energie. Ja. Het is ook al een hele tijd geleden dat we dit zo hebben kunnen vieren. Ja. Dus we kwamen hier in Tilburg. Het plein stond vol voor het station. En dan merk je ook dat het niet alleen maar goede energie is, maar dat het ook hard nodig is. Dat mensen er graag willen uitdragen, dat ze blij zijn dat dit mag, dat dit kan hier. En wij liepen voorop om dat ook uit te dragen. Dus, en dat plezier maken met elkaar, maar ook erop wijzen dat het aandacht blijft vragen om elkaar te zien voor wie je bent en alle ruimte te geven aan hoe mensen ook willen zijn. Ja, dus en jullie liepen dan voorop en daarachter kwam dan die stroom in alle kleuren en het zag er fantastisch uit. Dat is het grootste nadeel van voorop lopen, dat je dat niet ziet. Dus ik heb de foto's gezien, het zag er fantastisch uit, achter ons vooral. Ja, dat klopt. Ja. Ben jij een kermisvierder? Ja, ik als geboren Tilburger kan bijna niet anders. Ik moet wel zeggen, het werd me net ook gevraagd, het is voor mij weer grijpen en schieten en dingen winnen. Dat vind ik leuker dan in de wilde draaimolens. Ja. De kamelenrace is jouw favoriet of niet? Nou, ik vond dat schieten. Ja, Luchtburg Ria was natuurlijk de topper hier. Maar ik heb er altijd geprobeerd om wat te winnen op de kermis. En sinds ik een zoontje heb, hij is nu 1,5 jaar, is natuurlijk des te leuker om met de knuffel thuis te komen. Ja. En ben jij dan, hoor je dan tot de categorie dat je met zo'n hele grote beer, dat de beer bijna groter is dan de winnaar? Ja, dat zijn natuurlijk de mooiste dingen. Als je naar huis mag met iets wat nauwelijks in de trein past. Ja. Ga je nog kermis vieren de komende dagen? Of gaat het werk gewoon door? Ja, het werk gaat ook door. Ik mocht vandaag de halve dag zo'n beetje meemaken. En ook in de bierhal. Wat echt een fantastisch feest beloofde te worden. Op het moment dat ik de deur uit moest. Dus dat is dan wel weer jammer. Maar dat had niks met elkaar te maken. Dat zou ik niet kunnen uitsluiten. Praktisch gezien niks met elkaar te maken. Maar het zou zomaar kunnen. Ja. Ik ben af en toe loop ik over de kermis ook een beetje kijken hoe het gaat. En ik moet ook zeggen dat het ook wel weer leuk is om te zien. Dat mensen gewoon met elkaar dichtbij kunnen zijn. De afgelopen jaar natuurlijk heel lastig. Jaar gehad, ook voor de kermis zelf, maar voor iedereen die wilde komen. Dus je nu ziet hoe dat gaat, de ontspannenheid, families, de diversiteit van mensen in onze stad. Dat is superleuk. Dus alleen al daarom loop ik elke dag eventjes een rondje. Kijk, probeer iedere keer net wat anders te zien. Ja. Maar het werk moet inderdaad doorgaan en eind van de week mag ik even op vakantie. Dus dan wil je ook die paar dagen nog goed benutten om de laatste dingen af te maken. En dan wordt er gewoon bestuurd, hard gewerkt. Ja, nee, tuurlijk. Ja, Tilburg moet bijvoorbeeld 25.000 nieuwe huizen. Nou, daar moet je gewoon keihard aan werken. Ja. Nog los van de energietransitie en andere grote opgaven die we hebben. Maar de kermis is wel heel belangrijk voor ons. Natuurlijk ook heel belangrijk voor de stad wie we willen zijn. Hè? Waar iedereen het toe doet. En als je dan ziet hoe de kermis bezocht wordt. Dat zijn natuurlijk de momenten waarop je dat meer dan ooit voelt. Zeker vandaag. Dus daar moet je bij willen zijn, daar moet je bij willen horen. Dat is net zo belangrijk als de vergadering die daarna komt. Ja. Mark, jij zei daar straks iets over. Tilburg, wat zei je nou? Was het een regenboogvlag? Nee. Nou, er wordt wel eens gezegd dat Tilburg zichzelf heel erg ziet als regenboogstad. En ik ben dan benieuwd waar het nieuwe college daar iets... Wat voor plannen wat is, er zijn wat is om een dat regenboogstad? Echt, ja, inderdaad. Om dat concreet te maken en hoe we het gaan merken dat we onszelf blijkbaar zien als regenboogstad. Nou ja, als dat betekent dat we een stad zijn waar iedereen het toe doet, dan herken ik dat zeker. Uh-huh. En betrek ik hem even op mijn eigen portefeuille. Ik ben onder meer verantwoordelijk voor de ruimtelijke ordening van Tilburg en de stedelijke ontwikkeling. Nou, in alle gebieden die wij ontwikkelen, willen we gewoon dat iedereen een plek kan vinden. Uh-huh. En dat betekent ten eerste dat je de betaalbaarheid op orde hebt. Dat mensen met een smalle beurs en mensen die wat meer kunnen betalen ook bij elkaar willen wonen, maar ook bij elkaar kunnen wonen.
En dat betekent dus ook dat de openbare ruimte daarvoor ingericht en dat er jongsten mee kunnen doen, onze kinderen. Maar dat ook onze ouderen goed gebruik kunnen maken van de stad. Dus het gaat ook over leeftijden. En ik denk dat dat een hele belangrijke opgave is. En dat is iets wat, en dat bewijzen steden over de hele wereld, als je daar niet scherp op bent, zeker niet vanzelf goed gaat. Dus zowel in onze woningbouwprogrammering als in de openbare ruimte en onze mobiliteit. Je moet er steeds op sturen dat iedereen gewoon zichzelf vrij in die stad kan begeven. Dat die stad toegankelijk is voor iedereen. Mm-hmm. En dat is het dagelijks werk om daarop te sturen. Ja, ja, ja. Nou, fijn dat je eventjes kon aanschuiven. Ja, een beetje spontaan. Ik vond het wel leuk. Hartstikke leuk. Dank jullie wel dat ik even mocht komen zitten. Dat vinden wij fijn. Dus als je ooit een keer op vrijdag denkt, ik wil even op een kruk zitten, dan kun je altijd deze kruk pakken. Nou ja, nu ik het weet, moet je oppassen. Ja, precies. Daar is je weer, elke week. Ja. Pas op de kruk. Ja, daar kunnen we een rubriek van maken. Dan ga je elke week de nieuwe plannen vertellen. Hey, fijn dat je er was. Ga even naar de kermis. Veel plezier. Ja, jullie succes met de uitzending. Ziet er hartstikke leuk uit. Ik ga straks ook kijken. Oké, dankjewel. Dat was leuk. Bas eventjes op bezoek. Bas van der Pol, onze wethouder ruimtelijke ordening, stenen, inrichting, hoe de stad eruit ziet. En ook gewoon wel een kermisvierder.